Koningin Juliana Toren. De toren is gebouwd in 1910. De kranten hebben in die tijd veel aandacht aan de toren besteed. Niet alleen vanwege het prachtige uitzicht, maar vooral vanwege de bouwtechniek. De toren is namelijk geheel gebouwd van kalkzandsteen. In 1940 moest de naam van deze toren, die toen Prinses Juliana Toren heette, op last van de Duitse bezetter worden veranderd in Julia Toren. Na 1945 werd de oude naam weer in ere hersteld. Waarna bij de kroning van Prinses Juliana tot koningin, de naam van de toren werd veranderd in Koningin Juliana Toren. Toen de uitkijktoren werd gebouwd was hier nog geen sprake van een pretpark. Er stond een restaurant, Restaurant Belvedere. Later kwamen er toeristische attracties bij. Beroemd waren de lachspiegels. Ze stonden op de plaats waar u nu pannenkoeken kunt eten. In de jaren 30 werd het Dolhof met grot gebouwd. Het pretpark is de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Door de toenemende publieke belangstelling kwamen er steeds meer attracties bij. Het pretpark Koningin Juliana Toren is een gezellig familiepark. Een ideaal reisdoel voor gezinnen en schoolreisjes. Wij wensen u nog veel plezier. Waarom heeft opa zo'n gek ding in zijn handen? Wat is het dan? Een filmcamera. Een filmcamera. Oké. Doet hij het, meneer? Hij doet het. Oh ja. Hallo! Voor de mensen thuis, mijn naam is Kazar Eentje. Hallo. En ik sta hiernaast. Hoe heet jij? Angel. Angel. Dit is Angel. Tada! Kom je kijken naar de show, Angel? Ja. Ja, cool. Leuk, zeg. Hey! Of Peter Pan. 3, 2, 1. Papa's, mama's, heb je nou gehoord? Oké, papa's, mama's, nou jullie. 3, 2, 1. Ah! Niet eens in de buurt. Hallo allemaal! Ah! Ja. Daar was het niet waardig, hè? Dat was het niet waardig. Weet je wat? We gaan gewoon lekker beginnen met de show. We gaan gewoon lekker beginnen. Woehoe! Tussen de wilde zwijnen en de prachtige herten, hier op de Veluwe, woont een jongen genaamd Cas de Ranger. Al jaren is hij op expeditie in het grote bos van de Julianatoren. Daar onderzoekt hij sporen, bestudeert hij bomen en spot hij de Big Five, waaronder dassen, wilde zwijnen en vossen. Maar dit jaar komt Cas de Ranger uit zijn bos om zijn avonturen en ervaringen te delen met jou, de Julianatorenbezoeker. Ben jij opgewassen tegen zijn spannende verhalen? Ben jij benieuwd naar zijn experimenten? En ga jij zometeen als echte ranger mee op avontuur in het Julianatorenbos tijdens de Cas de Ranger Experience? Dames en heren,
jongens en meisjes, hier is Cas de Ranger. Jongens en meiden, hallo allemaal! Ja! Lekker, lekker, lekker. Alles goed met jullie? Ja! Ja! Lekker warm, hè? Ja! Maar goed, dat maakt niet uit, we zijn echt er eentje, dus daar trekken ons niks van aan. Jongens en meiden, vraagje. Wie kent mij niet? Wie kent mij wel van YouTube, televisie of... Oké. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Cas de Ranger. Hallo allemaal. Wie van jullie heeft een verstand van dieren? Oké, ja, er zijn heel veel vragen over dieren namelijk, maar dat komt wel goed. Wie van jullie kan er goed rennen? Heel snel rennen. En wie van jullie kan er goed klimmen? Wie van jullie kan er goed zwemmen? Wie van jullie kan er veten strikken? Wie van jullie kan er goed afwassen? Oh, dat zijn er een hoop. Oké. Ja, papa en mama, ze hebben dat allemaal gezien. Goed onthouden, hè? Goed onthouden. Jongens en meiden, zijn wij er klaar voor? Ja! Rijden jullie kiezen jullie er klaar voor? Ja! Oké, jongens en meiden, gaan we aftellen. 3, 2, 1. Doe maar! Die handen beneden, gaan we raden. Wat zeg je? Water. Goed zo, door naar de volgende. Goed zo, door naar de volgende. Ja, door naar de volgende, Nikita. Weet je? Ja, goed zo, door naar de volgende. Wat zeg je? Wow, jij bent een partij snel. Ja, goed zo. Een beetje waf of waf? Kan je het voelen? Nee, het was een vossenvak. Hey, Ryan, high five. Heel goed gedaan. Nikita, high five. Heel goed gedaan. Mag ik jullie mooie, halsbanden wou ik zeggen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Kijk eens. Verstaan. Nou, jullie krijgen van mij ook alle twee een hele mooie kastreentje. Handtekeningkaart. Alsjeblieft. Hier, hier, Ryan. Alsjeblieft. Neem een mooie sprong van het podium. En geef deze kaart nog even een heel groot applaus. Ja, goed zo. Ik dacht dat deze echt los zou gaan. Ben je daar niet te groot voor? Ik kijk het wel. Ja. Daar gaat hij. Woo!
Gas los. In één keer loslaten. Hey! Yay! Met z'n allen. Oh, wat dan? Ja, nou, we gaan limbo dansen, Hugh. Heb je daar zin in? Huh? Limbo dansen? Ja, ja, dat is een dans, dat heb ik ooit geleerd in maar Trinidad. Maar wat is dat nou weer? Nou, dat is een dans, Hugh. Die heb ik geleerd in Trinidad. Trinidad? Ja, dat is een land natuurlijk heel ver vandaan, ergens in Zuid-Amerika. Ja, dat is heel ver hier vandaan. Kijk, als hier bijvoorbeeld dat Nederland ligt in de Apeldoorn, hè. Dan heb je aan de andere kant van de wereld. En dan ligt daar Trinidad, inderdaad. Toen ik voer met de kaasguit, heb ik deze dans geleerd van het volk daar. Oh, daar heeft u het goed geleerd! Limbo dansen! Precies, joh. En nu lijkt het me nu dat met z'n... Ja, willen jullie, jongens en meisjes, dat wel willen? Willen jullie limbo dansen, hè? Ja, maar jongens, ik zat te denken, hè. Voordat wij gaan dansen... Oh, maar daar weet ik wel iets op! Wat dan? Jongens en meisjes, doen jullie met ons mee? Oh! Oh, wat goed jullie, hè. We gaan opwarmen! Leuke liedjes. Wonderbaarlijk speelt hij zo. Doe eens de melodie. Laat maar mee hoor. Ga naar achteruit. Hij is er niet. Te bar voor jou en Julia. Zal ik het je heel snel leren. Jullie hebben vast een mooi talent, dus we gaan het weer proberen. Als je wiebelt met je tenen, als het kriebelt in je benen, en je zwaait je armen heen en weer, we doen het dansje nog een keer. Mooi jongens, we gaan eerst met z'n allen klappen. Stap je voeten op de grond, laat je armen zwaaien. Met je heupen in het hoofd, laat ze lekker draaien. Goed zo! Klap in je handen. En buig. Maar je grote schoon van zij. En je muizen dansen vrij. Stap je voeten op de grond, laat je armen zwaaien. Met je heupen in het hoofd, laat ze lekker draaien. Klap in je handen. Thank you.